Hallo jongens en welkom hier. Als jullie hier nieuw zijn, hoi, ik ben Janieke en in februari 2022 verwachten wij ons eerste kindje. In deze video ga ik jullie alles laten zien wat wij tot nu toe tweedehands verzameld hebben en hoe we dat hebben gedaan en waarom we dat hebben gedaan. En ga ik jullie natuurlijk alles laten zien. Ja, we weten nu ongeveer ruim 3 maanden dat we een kindje krijgen. En we hebben ergens in de eerste paar weken een hele grote uitzetlijst gemaakt. Waarop alles staat wat we willen kopen voor de baby. Inclusief hoeveel het ongeveer kost en of we het nieuw of tweedehands willen kopen. Ja, mochten jullie geïnteresseerd zijn in die lijst, wij hebben hem zelf gemaakt door allerlei baby uitzetlijsten met elkaar te vergelijken en filmpjes te kijken en na te denken, hé, wat denken wij dat we nodig hebben en wat niet. En daar hebben we die lijst van gemaakt. En mocht je die nou willen hebben, dan kun je me op Instagram even een berichtje sturen en dan kan ik zorgen dat jij hem krijgt. Ja, dat is denk ik even de makkelijkste manier. Ja, en toen we die lijst dus gemaakt hebben, hebben we dus heel duidelijk gekeken naar, hey, wat willen we nieuw kopen en wat willen we tweedehands kopen? Waarbij tweedehands bij ons de voorkeur heeft en dus eigenlijk een beetje het uitgangspunt is. Dus eigenlijk was de vraag meer, welke dingen moeten we per se nieuw kopen? Daar hebben we eigenlijk zo'n 3 redenen voor. De eerste is dat het duurzamer is. Heel veel spullen hoeven gewoon niet voor ons nieuw gemaakt te worden, maar zijn gewoon al out there voor ons om te gebruiken en om daarna eventueel zelfs weer door te geven als wij ze niet meer gebruiken. Zo consumeren we minder en is er ook minder verspilling als iedereen elkaar spullen lekker door kan gebruiken. De tweede reden is dat ik het ook heel leuk vind. Ik vind het heel leuk om zo'n lijst te maken en dan op marktplaats gaan speuren en in kringloopwinkels en op Vinted en allerlei andere manieren waarop je dan tweedehands spullen kan krijgen. Ik vind het een soort van sport om dan iets te zoeken waar ik gewoon 100% tevreden mee ben. Want ik ben niet per se bereid om heel veel concessies te doen met hoe het eruit ziet of hoe goed het werkt of hoe fijn het is voor de baby. Dus op zo'n manier wordt het echt een beetje een speurtocht om de goede dingen te zoeken en te vinden. En ik vind het ook heel leuk om dat samen met Jeroen te doen. Dan sturen we elkaar af en toe weer linkjes als we iets gevonden hebben. Of dan gaan we bijvoorbeeld lekker op pad samen om iets op te halen ergens. En dan maken we er een uitje van. En de derde reden is dat het goedkoper is. Een kind krijgen is natuurlijk hartstikke duur en je moet gewoon een heleboel spullen hebben. Zelfs als je het minimalistisch aanpakt, zoals wij dat een beetje doen, ben je alsnog een heleboel geld kwijt. En ja, als je dan bepaalde spullen voor een lagere prijs kan krijgen, is dat natuurlijk altijd mooi meegenomen. En dan past het of binnen je budget, of je hebt wat over om andere leuke dingen te doen, als bijvoorbeeld de baby er is, of nog op vakantie te gaan, of nou ja. Vul zelf maar in. Dus dat is eigenlijk de derde reden. Nou, een heleboel gepraat, maar ik denk dat jullie natuurlijk vooral geïnteresseerd zijn in de spullen die wij hebben gevonden. Dus laat ik er gauw mee beginnen. Ik zal erbij vertellen hoeveel het kostte en waar we het hebben gevonden. En ja, that's it. Let's go. Nou, het eerste waar ik het over wil hebben is dit ledekantje achter mij. Ik heb het in een eerdere video ook al eventjes kort over gehad. Maar voor de volledigheid wel goed om hem in deze video ook nog even te benoemen. Dit is een ledikant. Hij is van de IKEA. Het is het IKEA Sniglar ledikant. Sniglar? Geen idee hoe je het zo uitspreekt. Zo schrijf je het in ieder geval. En het is een heel mooi lichthouten ledikantje. En deze hebben wij op Marktplaats gevonden. Inclusief het matrasje. Waar we bij het bedje en bij het ledikantje heel erg naar gekeken hebben, is dat het allemaal niet intens opgebruikt is of heel lang gebruikt of dat er jaren een kindje op het matrasje heeft gelegen. Want ja, dan is het misschien een beetje vies of een beetje ingedeukt of is het gewoon niet meer optimaal en zou ik me er niet prettig bij voelen om het kindje erin te laten liggen. Ja, ik had dit bedje van de IKEA al op het oog en bij ons in de buurt kwam die ineens langs. Dat was bij een opa en oma van een kindje. Dat kindje heeft daar natuurlijk niet super vaak elke nacht geslapen. En ze hebben hem ook helemaal niet zo heel lang gebruikt, vertelde ze. Ze hebben hem pas wat later aangeschaft. Voor ons was het natuurlijk een win-win situatie. Het bedje wat we willen en een nog super nieuw matrasje erin. Dus die hebben we opgehaald. Ja, normaal zouden we voor dit bedje en dit specifieke matrasje iets van €120 kwijt zijn geweest. En wij konden het voor €20 bij deze mensen ophalen. Dus dat is echt gewoon geweldig. Dus dat is het eerste. Nou, ik zal jullie dan nu eerst even wat
kleine dingen laten zien voordat ik met het grote meubilair stuk bezig ga. Allereerst heb ik een heleboel witte hydrofiel doeken gekocht. Dit zijn gewoon tweedehands hydrofiel doeken, zijn al heel veel gebruikt, maar zien nog wel gewoon heel goed uit. Ik wilde gewoon een goede voorraad hydrofiel doeken hebben en ze hoeven echt niet allemaal mooi te zijn. Ik heb een aantal zoals deze die hier hangt en nog wat andere grote die er wel mooi uitzien. Dat vind ik ook gewoon heel leuk om te hebben, maar de bulk van onze hydrofiel doeken moeten gewoon vooral praktisch zijn voor het afdrogen en voor andere dingen. Daarom heb ik een heleboel witte gekocht en deze kun je ook lekker op een hoge temperatuur wassen. Dus dat is super chill. Dus ik heb 11 hydrofiel doeken gescoord en die waren 8 euro. En dan heb ik ook nog een stuk of 5, 6 hydrofiel washandjes gescoord. Die liggen nog in de kast, maar die waren iets van 5 euro. Super praktisch, ideaal. En dit is zo'n item, dit hoef je gewoon niet nieuw te kopen. Want een hydrofiel doek is gewoon een hydrofiel doek. En ja, als je er overheen kan stappen dat ze niet zo super mooi zijn, tenminste niet allemaal, dan hoef je echt niet zoveel geld voor neer te leggen. En kun je gewoon hergebruiken wat iemand anders heeft gekocht. Nou, dan hebben we een heleboel boeken. Deze zijn allemaal van de Kringloop. En we zijn echt van mening dat je niet vroeg genoeg kan beginnen met voorlezen. We hebben ook een heel leuk zwart-wit boekje gekregen van mijn zus en zwager. Ook super, super leuk. Maar ja, prentenboeken, leesboeken straks over een hele poos. Kan je absoluut supergoed tweedehands kopen. Daar hoeven we echt niet nieuwe voor te kopen. En ja, in het begin hebben we hier natuurlijk nog niet zo heel veel aan. Maar alsnog, voorlezen, in mijn optiek kan je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus een heleboel tweedehands boeken hebben we al in huis. Nou, dan komen we bij de wat grotere dingen aan, jongens. Allereerst heb ik hier onze Maxi Cozy. Deze hebben wij via Marktplaats gescoord. En deze was 60 euro. Het is de Maxi Cozy Rock. Ja, en met de Maxi Cozy hebben we er heel diep over nagedacht. Willen we die nieuw of willen we die tweedehands? En toen hebben we voor onszelf een aantal eisen bedacht. En er zijn ook wel een aantal sites die daar wat over zeggen. Die zal ik hieronder even linken. Bijvoorbeeld van de ANWB. En dus een aantal eisen bedacht waar een tweedehands stoeltje dan aan zou moeten voldoen. En als we dat konden vinden, zouden we voor tweedehands gaan. En anders voor nieuw. Maar we hebben dus tweedehands gevonden. En de eisen die wij hadden was dat we een bonnetje wilden zien. Dus dat we zeker wilden weten wanneer die gekocht was. En dat die op het moment dat onze baby geboren wordt niet ouder is dan 2 jaar. En dat is dan vooral omdat het plastic van de Maxi Cozy, als dat heel vaak en heel lang en heel veel jaar in de zon heeft gestaan, dan kan dat zwakker worden en dan is een stoeltje niet zo veilig meer. Dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Het belangrijkste ongeveer aan zo'n stoeltje. Maar goed, we hebben deze dus gevonden. Deze is, toen wij hem kochten, was die 1,5 jaar oud. Dus als de baby er is, is hij iets van 2 jaar, ongeveer 2 jaar. En dat is gewoon helemaal prima. En we willen hier nog zo'n ding onder, die je dan in je auto kan laten staan. Daar zijn we nog naar op zoek, maar daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat we willen dat hij niet lang gebruikt is, of we kopen hem nieuw. En zoals het er nu een beetje uitziet, denk ik dat we hem nieuw gaan kopen. Want op Marktplaats kan ik gewoon echt niet zo'n ding vinden die nog jong is, er goed en betrouwbaar uitziet. Goed, dit is dus de Maxi Cozy Rock met een insert voor een klein babytje. En deze hebben we dus voor 60 euro gekocht. Ik weet niet precies hoe duur deze nieuw is. De Maxi Cozy Rock is iets van 110 euro of zoiets nieuw. 110 zie ik, 140, 130, zoiets. En wij hebben hem dus voor 60 euro gescoord bij ons in de buurt. Super, super fijn. Dus hier zijn we heel blij mee. En ik vind ook dat hij gewoon een mooie grijze kleur heeft. Lekker unisex. Prima. Ik denk dat het ledikantje en de Maxi Cozy en de wandelwagen wel de dingen waren waar we het meest kritisch gekeken hebben naar: willen we dit nieuw of willen we dit tweedehands? En we hebben dus ook een wandelwagen gescoord. Spoiler alert, maar die zal ik jullie zo even laten zien. Maar ja, eerst wil ik het nog even met jullie hebben over onze wasmand. Hier heb ik onze wasmand. Mensen die me volgen op Instagram, die hebben deze al gezien. Want er waren 2 opties. Deze is van de kringloopwinkel en ze hadden er 2, een ronde en deze. En ik heb jullie toen op Instagram gevraagd van, hey, welke moet ik kiezen, want ik weet het niet. Uiteindelijk is het dus deze geworden. Ik weet nog niet zeker of ik hem wil houden of ik hem in deze kamer wil. Want zoals je kan zien is hij best wel donker en een beetje oranje.
En dit bedje hierachter is veel meer dat lichte hout. En ik denk, maar ik weet het niet zeker, dat wij een beetje meer voor die lichte look willen gaan in de slaapkamer. Maar ik had ook al een berichtje van iemand op Instagram die zei, oh, wij gebruiken die voor onze blokken of speelgoed, geloof ik. Dat kan ik natuurlijk ook altijd nog doen, gewoon voor opbergen. Het is dus een wasmand van riet met een deksel die je met één hand open kan doen. Dat is waarom ik deze had gekozen. En een zak die eruit kan, zodat die ook gewassen kan worden. Ja, en ik twijfel ook nog een beetje of ik wel vind dat we een wasmand moeten doen in de babykamer. Want ja, ik kan natuurlijk ook gewoon de was optillen en meenemen naar beneden. Alleen als je zo'n kleine in je handen hebt, wil je misschien niet ook nog de was mee naar beneden nemen. Ja, dat lijkt me gewoon niet zo handig. En ik kan me voorstellen dat ik het heel fijn vind om dan even in één minuut, hup, 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 alles in die wasmand en alles in de lades en dan dicht. En dan lijkt het in ieder geval opgeruimd in de kamer. Ja, ik kan me voorstellen dat ik dat fijn vind. Maar goed, dat weet ik gewoon nog niet precies. En dat gaan we wel zien als we deze kamer echt goed gaan inrichten. Of hij er past of niet. Deze was in ieder geval 3,50. Dus ik dacht, als we hem niet gebruiken, dan kan ik hem ook gewoon nog weer daarheen terugbrengen. Kunnen zijn weer opnieuw verkopen. Dus dat is de wasmand. En dan hebben we nu eigenlijk alleen nog maar hele grote meubelstukken over. Oké, ik zei het zo net al, maar we hebben ook een tweedehands kinderwagen gescoord. Super chill. Dit is hem. Hij is heel mooi grijs. Hij is van het merk Mutsy. We hadden een Mutsy Traveler op het oog en dan een tweedehands versie daarvan. En daar zouden we dan tweedehands ongeveer €300 aan kwijt zijn, want we wilden wel echt een goede. We zijn echt heel erg wandelaars en willen ook kunnen wandelen in het bos en dat soort dingen. Die hadden we op het oog en toen waren we spontaan een keer bij de kringloopwinkel hier in de buurt. En toen zagen we deze staan en toen dachten we, ja, dit is van het merk Mutsy. Het is wel een ander type. Welk type is dit ook weer? Dit is de Mutsy Transit. Die verkopen ze niet meer op dit moment. Maar die zagen we dus daar staan en toen dachten we, ja, hij ziet er zo mooi uit. Laten we gewoon bekijken hoe die werkt, of alles er nog af kan, of alles erbij zit, of hij makkelijk in te klappen is. Ja, gewoon. Dus we hebben in die winkel denk ik een half uur met deze wandelwagen bezig geweest en alles gecheckt of alles het doet en alles in en uitgeklapt kan worden en zo. En we waren er eigenlijk heel tevreden over, dus deze was €25, dus we dachten, weet je, we nemen hem gewoon mee. En we kunnen eventueel nog een set luchtbanden eronder doen. Voor nog meer comfort als we bijvoorbeeld naar het bos gaan. Dan kijken we wel. Dan kijken we wel als de baby er is of dit voldoet aan onze eisen. Want het is natuurlijk ook enorm lastig in te schatten of dit nou een fijne wandelwagen is. Je kunt in ieder geval wel een beetje voelen of die fijn rijdt. Maar hoe weet je nou of die echt goed is? Ja, dat weet je pas als je hem gebruikt. Dus we dachten, ja, hij ziet er zo goed uit. Hij is nog als nieuw. Alles werkt gewoon. We nemen hem mee. En als het niks is, dan kunnen we altijd tegen die tijd nog wel een duurdere van €300 of zo kopen. Maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. En ja, Jeroen heeft hem helemaal uit elkaar gehaald. Alles gewassen wat gewassen kan worden. Ja, de dekentjes en de laadjes en zo gaan we natuurlijk nog wel een keer wassen voordat de baby komt. Maar in ieder geval al die hoezen en dingen die gewassen kunnen worden, die zijn gewassen. We zijn er eigenlijk super blij mee. Dus hier hebben we €25 voor betaald. Dus dat is super fijn. Ja, en natuurlijk heeft hij wel wat gebruikersporen en krasjes hier op dat aluminium en zo. Maar ja, ik denk dan, als ik een nieuwe zou kopen en ik gebruik hem zelf 4 maanden, dan zit dat er ook op. Want ja, je gebruikt hem, je klapt hem in. Hij moet achterin in de auto, hij moet er weer uit, hij moet overal heen. En er zit ook zo'n zitje bij waar je kind in kan als hij ouder is. Plus er zaten ook adapters bij zodat de maxi cozy hier ook op kan. Dus ja, we kunnen gewoon alle kanten mee op. Super chill. Oké, ik zet deze even op de gang en dan gaan we door met een vondst. Wat echt gewoon geweldig is. Ik denk dat dit de grootste vondst is van deze hele video. Ik moet nog even oefenen. Wij hebben namelijk een triptrap gevonden. En dat is deze. Nou, en als je het niet kent, een triptrap is een stoel, zoals je kan zien.
En het is een meegroeistoel. Dus deze plankjes kun je allebei op allerlei manieren verplaatsen. Waardoor je kind hier gewoon op kan zitten tot hij, weet ik het, 12 jaar oud is of zo. Dus super duurzaam, want je hebt gewoon één stoel voor alle leeftijden en ben je gewoon klaar. En ik weet, deze stoelen hadden mijn ouders vroeger ook en ze gaan zo lang mee. Mijn ouders hebben ze nu nog steeds en nu er dus kleinkinderen op komst zijn, hebben zij hem weer tevoorschijn gehaald. Gaan ze hem schuren, verven, kunnen ze hem gewoon weer gebruiken. Terwijl hij dus bij hun al voor nou zeker 4 kinderen gebruikt is. Dus dit zijn gewoon van die producten dat ik denk, zo zouden alle producten moeten zijn. Dus hier zijn we ontzettend blij mee. En we hebben de witte versie. En ik wilde ook heel graag een witte versie, omdat dat het mooiste staat in ons interieur beneden. Dat valt niet zo op, want we hebben witte stoelen aan de eettafel. Deze heb ik via Marktplaats gescoord. En het was heel erg bij ons in de buurt, wat super chill is. Er zaten een paar kleine plekjes aan waar je dus het hout er een beetje doorheen zag. Maar die heb ik gewoon met een kwastje aangestipt. En nu is het gewoon weer als nieuw. Ik heb hem dus niet zelf hoeven verven. Ik heb hem gewoon alleen een klein beetje bijgewerkt. En ook een tip, ik heb de plankjes omgedraaid. Dus deze onderkant van de plankjes was eerst de bovenkant. En dus die is ook een beetje beschadigd. Maar om te zorgen dat ik hem niet hoefde te verven, heb ik gewoon plankje eruit, omgedraaid, terug erin. En die is gewoon weer als nieuw. Dus die hebben we. En dan hebben we daar direct bij ook de newborn set. Die kan je hier zo erop klikken. Zo. Ja, dit is dus een kuipje, een bakje waar de baby gelijk in kan als hij geboren is. Hij mag er natuurlijk niet te lang in, want baby's kunnen nog niet goed rechtop zitten. Maar gewoon een poosje kan dat wel. Dus deze kregen we erbij. Ja, een mooie neutrale kleur. Past ook weer heel goed in ons interieur beneden. Ja, de hoes is lekker zacht. En ja, dit vind ik gewoon super leuk. Dat we, als we bijvoorbeeld aan het eten zijn, dat de baby er dan gewoon een soort van bij kan zitten. En dat hij dan niet in een wipstoeltje op tafel hoeft. Of bijvoorbeeld op de grond. Of dat hij dan in een box ligt terwijl wij aan het eten zijn. Maar dat hij er gewoon gezellig bij kan zitten. En de triptrap kan je later ook nog uitbreiden met een set. Zodat je kindje er ook in kan als hij wel echt kan zitten. En dan heeft hij een soort van band zo om zich heen. Die hebben we er niet bij. Maar goed, dat komt tegen die tijd wel. En wij hebben voor deze hele set, dus de stoel en de newborn set, €90 betaald. En volgens mij, ik ben niet helemaal goed op de hoogte, want we waren nooit van plan om deze nieuw te kopen. Maar volgens mij is alleen die newborn set nieuw al €100. Dus hier hebben we echt enorm mee bespaard. En hij lijkt gewoon echt gewoon nieuw. Dit is echt gewoon een geweldige find. En hier gaan we gewoon jaren mee doen. En daarna bewaren we misschien wel voor onze eigen kleinkinderen. Hier kan je nog een heel klein beetje zien dat ik het hier een klein beetje aangestipt heb. Nou jongens, dit is ook zo'n prachtig pareltje wat we op Marktplaats hebben gescoord. Dit is een hele mooie houten box. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde soort hout als het ledikantje. Ja, echt van dat mooie gladde hout. Niet van dat hele zware gelakte oranje hout. Dat vind ik zelf niet zo mooi. Dat zie je heel veel op Marktplaats. Dus ik was heel blij toen ik deze langs zag komen. Deze box is van het merk Petit Amélie. En dat is een merk, het is een conceptstore volgens mij in Bussum, geloof ik, uit mijn hoofd. En die maken hele mooie boxen en sowieso hele mooie meubels. Dus toen ik deze op de Marktplaats langs was gekomen, dacht ik gewoon, oké, die moeten we hebben. En het leuke is, of nou ja, het leuke voor ons in ieder geval, dat deze box, die is van een stel, die zij verwachten ook een kindje. Misschien is dat kindje inmiddels al wel geboren, maar toen wij hem opkwamen halen in ieder geval nog niet. Dus deze box is voor niemand gebruikt. En zij hadden hem gekocht, maar vonden hem te laag, want ze hadden een hond en ze wilden niet dat die hond bij de box kon, zeg maar. Dus ze wilde een goede hoge box. En deze is vrij laag. Dus zij wilde een andere. En deze hebben ze toen op Marktplaats gezet. Dus deze is eigenlijk nog helemaal nieuw, door niemand gebruikt. En dan vraag ik me af, maakt dat hem dan tweedehands? Aan de ene kant niet, want hij is dus niet gebruikt. En zij hebben ook weer een nieuwe gekocht. Maar aan de andere kant,
ook weer een beetje wel, want wij hebben hem ook niet nieuw gekocht. Dus hij is niet voor ons gemaakt. Ja, dit is een beetje een twijfelgeval. Maar hij is in ieder geval wel super, super mooi. En het ideale aan deze box is ook dat je hem in kan klappen. Als je hier dit eruit haalt, dan kan je hem zo inklappen en dan klaar. Je hoeft niks uit elkaar te halen met schroeven of zo. Nou, er zit nu natuurlijk nog geen boxkleed in. Er komt nog een mooi boxkleed in. Maar ik wilde heel graag echt een goede, mooie box hebben. Net zoals die Triptrap. Dat staat gewoon heel lang in je woonkamer. En ik vind het gewoon belangrijk dat mijn woonkamer een plek is die ik er mooi uit vind zien. En ja, waar ik me rustig en thuis voel en niet me stoor aan allerlei dingen. Nieuw is deze box volgens mij 100 euro. En wij hebben er 60 euro voor betaald. Dus het is in verhouding misschien wel iets meer dan de andere spullen die ik jullie liet zien. Maar hij is dus ook nieuw. Ja, en ik heb er zelfs, of we hebben er zelfs nog wel over getwijfeld of we wel een box moesten doen. Voor mij voelt het gewoon een beetje slecht om je kind in zo'n soort gevangenisje te zetten waar hij niet uit kan, weinig bewegingsvrijheid heeft, dingen niet kan ontdekken. Dus ik ben ook heel benieuwd hoeveel we hem daadwerkelijk gaan gebruiken. Misschien wel heel weinig, in ieder geval in het begin natuurlijk denk ik heel weinig. Ik denk dat het meer is voor later, als je kindje wat mobieler is en gewoon al gaat bewegen door de kamer. Dat als ik dan gewoon heel even de kamer uit wil of ik moet even naar de wc of zo en er is verder niemand. Dat je dan je kindje gewoon even in de box kan doen. Ik ben ook wel benieuwd of er mensen zijn die bewust geen box hebben. En waarom ze dat dan doen. Dus laat me dat vooral even weten in de comments. En voor nu is deze box het laatste item wat ik jullie kon laten zien. Wat we tot nu toe tweedehands bij elkaar gescharreld hebben. We gaan binnenkort nog een wieg ophalen. Echt een hele schattige Mozes wieg. Ik denk dat ik daar een vlog van ga maken. Want we gaan daar ook een dagje uit in Utrecht van maken. Dus dat is best wel leuk. Misschien om te vloggen. Er komt in ieder geval nog wel één video zoals deze. Waarin ik de andere spullen laat zien die bij tweedehands gaan scoren. Want we zijn er nog niet. En ik kan natuurlijk ook nog een hele goede kleding shoplog maken. Want ik heb zoveel leuke kleertjes al op Vinted gevonden. Ik wacht nog even af met het kopen van dingen totdat we weten of het een jongen of een meisje is. Ik denk dat de kleding die wij gaan kopen best wel neutraal gaat zijn. Maar toch vind ik het wel goed om daar nog even op te wachten. Dus er komen nog een heleboel leuke video's jullie kant op. Abonneer als je die wil zien en doe even een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Want ja, daarmee support je mijn kanaal enorm. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie in de volgende video. Bye!